als er hier één tubeke poef zegt, is het al gebeurd. Dus, want rij maar met een lekker tube naar beneden. Rij dan maar omhoog over die kasseien. Dat zou seconden en seconden kosten. Ze rijden met neushoorns, hè? Ja, ze rijden dus met het zwaarte. Je zit hier niet voor niks op de Citadel van Namen. Dus Rino's. Gekend van de motocross. Echt. Ai! Ja. Oei, oei, oei. Ja, ja. Nijs over kop. Nijs ja. over kop, maar onmiddellijk weer weg. Dat heeft nog niet te lang geduurd. Nijs over kop. Dat zal hij natuurlijk wel gevoeld hebben met die steenachtige ondergrond. Ja, hij reed iets te rap en... Kijk. Ja, boef. Ja, dat voorwiel, dat blokkeert dan nog. Ja, panikeren een klein beetje. Een klein beetje geremd. Dan een hele bruske steen om over te geraken. En dat was voldoende om helemaal over uw gidon te vliegen. Goed geblokkeerd, dat in elk geval. Die val goed opgevangen met beide polsen. Natuurlijk wel altijd een beetje gevaarlijk. Hè? Nogmaals, die ondergrond die is niet zo wak als u denkt. Nee, beenhard. Dus hij moet nu heel, heel tevreden zijn dat hij niks heeft. Want dat was de moeilijkste plaats om te vallen. Echt waar, echt waar. En dat kost hem dan toch weer een seconde of vijf. En dan is deze Albert weer een klein beetje zekerder. Die altijd wat meer gaat de bekken trekken. Dan maar toch maar voor de veiligheid kiezen en voor een andere fiets.